Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben weer helemaal bepakt en bezakt met al mijn spullen. Want vandaag heb ik mijn eerste werkdag bij mijn nieuwe opdracht. Ik ga nu naar kantoor in Amersfoort. Het was weer even wennen, haasten, vliegen, opschieten, wennen. Maar ik ben weg en ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat lopen, wat ik allemaal ga doen, wie ik ga ontmoeten. Nou, alles zeg maar bij elkaar. Dus ik zie jullie aan het einde van de dag en dan ga ik vertellen hoe het allemaal is gegaan vandaag. En ja, ik hoop het leuk natuurlijk, maar we gaan het zien. En het is het einde van de dag en het is zelfs eigenlijk al bijna bedtijd, want het was me een mega lang gedoe om thuis te komen. De treinen reden namelijk niet gewoon. Ik had vanaf Amersfoort had ik al vertraging, waardoor ik dacht, nou kak, mis ik de aansluiting op Utrecht. Maar ja, vanaf Utrecht reden letterlijk niks, nada. Noppes. Uiteindelijk kwam ik, ik heb daar een uur gestaan op Utrecht Centraal. Uiteindelijk kwam eigenlijk iemand mij tegen, moet ik zeggen. Bij het vorige huis iemand uit hetzelfde gebouw. En het is ook een oud klasgenootje van mij geweest. Die kwam ik tegen en haar vriend. Zij woont dus hier hè, bij ons oude gebouw in Houten. En zij had uiteindelijk haar vriend gebeld. En die vriend kwam ons ophalen. En ze kwam nog een oud collega en nog. We zaten met z'n drieën achterin omdat ze mensen tegenkwam allemaal die ze kenden en die ook deze kant op moesten. Dus super fijn, want anders had ik er nog veel langer gestaan. Maar het duurde dus echt een poos. Ik was om, hoe laat was ik thuis, Ries? 7:10? Ja, zoiets. Volgens mij 7:10 en ik ging tegen 16:30 weg uit kantoor. Dus kan je rekenen hoe lang ik erover heb gedaan. Maar het fijne is, ik vond het niet eens erg. Ik dacht, weet je wat, het is zo. Ondertussen had ik contact natuurlijk met de leraar, met Richard over Lera. En die ging weer vroeg naar bed. Ze heeft vandaag weer heel veel geslapen, zei Ries. Ze heeft geen koorts meer, dat dan weer wel, maar ze is gewoon nog heel erg moe. Alleen, er zijn nu mensen hier bij ons in huis voor de ketel en de, hoe heet dat ding? Ketel? Nou, beluchting, verwarming ding, ketel en de thermostaat gedoe, dat, nou ja, ja. Iets met warmte in ieder geval. En dat wisten we hoor, dat we zouden komen vandaag, vanaf vandaag, dus we hebben ook geen warm water, we kunnen niet douchen, wisten we allemaal. Maar die waren dus ook in ons huis bezig, waardoor Lira gewoon eigenlijk haar slaapjes gewoon niet echt fijn heeft kunnen doen. Dus ze heeft meerdere keren korte stukken geslapen vandaag. En ze had geen koorts, maar Richard had net wel weer koorts. Dus is ook een leuke boel, nog zit ze hier in huis. Maar ondertussen wist ik toch af, nou Lira die gaat vroeg slapen, want die heeft weinig slaap nu overdag. Dus ik zie er toch al niet meer. En ik merkte dat ik vrij rustig overbleef. Ik denk, nou ja, ik zie wel dat ik thuis ben. En dat voelde wel fijn dat ik me zo goed voelde wat dat betreft. Want hè, ik ken mezelf, ik had ook een enorme stresskip kunnen wezen. Het werk was interessant, heel veel. Natuurlijk dat je hoofd heeft zeggen, poef. We zijn met twee anderen, nog één meid en één jongen zijn we gestart. En vooral die dame die kletste heel veel, is heel aanwezig. Dat ik dacht, ik kan heel aanwezig zijn, maar jij bent nog meer, zeg maar. Is niet per se erg, ik benoem het niet slecht. Zeker niet, absoluut niet. Het is echt een superleuk mens. Maar daar moest ik heel even aan wennen. En ja, weet je, het is gewoon nu de start natuurlijk. Veel informatie over hoe is het bedrijf. En vervolgens gingen we in de middag ook op de computer aan het werk. Van hey, autorisaties, werkt alles? Heb je overal toegang toe tot waar we naar moeten kijken? En op een gegeven moment om 16:30 zeiden ze, of 16:45 zoiets, en zeiden ze van, nou weet je wat, we gaan nu nog even een kopje koffie, ga even kletsen en zo. Maar jullie tussen 16:45, ga lekker naar huis en dan pak ik het morgen weer op. Dus vandaar dat ik zei, tegen 16:30 verliet ik het kantoorpand. Maar ja, voordat ik thuis was, was een ander verhaal.
Ja, ik goede eerste indruk, goede eerste dag. Ik heb ook zo goed als koolhydraatarm gegeten. Nu heb ik wel wat meer koffie op. En melk op en daar zit natuurlijk koolhydraat in. En ik heb een klein stukje taart op. En dat komt omdat die vrouwelijke collega, die had gewoon taart toegestuurd gekregen van haar detacheerder. Super nice. Dus ik heb echt, nou ja, wat is het? Zo'n klein stukje heb ik op. Gewoon omdat ik dacht van ja, dat vind ik toch ook wel leuk, gezellig. Ik wil dan niet per se nee zeggen. En ik had er wel gewoon zin in. En weet je, zolang ik koolhydraat echt een heel stuk beperk, kom ik al heel veel verder dan wat ik hiervoor deed natuurlijk. Dus dat is dus nog een stuk gezonder. En ik moet zeggen, ik had eigenlijk amper honger vandaag. En ik weet niet of dat door koolhydraatarm eten komt of niet. Maar dat beviel eigenlijk wel heel erg goed. Ik ga nu even heel gauw mijn eten klaarmaken voor morgen. Richard en ik waren even een film aan het kijken terwijl ik thuis kwam. Of terwijl we dus aan het eten waren, maar dat ik thuis kwam. We hadden courgettesoep, koolhydraatarme courgettesoep. Of is courgettesoep altijd koolhydraatarm, weet ik niet. Maar dat was heel erg lekker. En nu ga ik even gauw mijn eten klaarmaken voor morgen. Want morgen moet ik wat vroeger op kantoor zijn dan dat ik vandaag was. Want eigenlijk ben ik gekoppeld aan één iemand die daar al langer werkt. En die gaat mij zeg maar begeleiden de komende maand. Vooral maand. Voor de opleiding. En ik werk dus daarom komende maand gewoon 5 dagen. Want ik had ook aangegeven, ik wil graag 4 dagen werken en met voorkeur vrijdag vrij. En dat was oké, maar dan is dat vanaf mei. Nou, dat is ook helemaal prima. Ik had niet anders verwacht. En deze maand is dan dus eigenlijk ook gewoon volledig op kantoor. Maar waarschijnlijk ga ik op den duur met de auto in plaats van met het OV. Maar dan moeten we even wachten op de auto van Richard's ouders, die dus naar ons toe komt waarschijnlijk volgende week. Dus ja, goede eerste dag. Nu even gauw wat eten klaarmaken en zo. Want Richard die voelt zich niet helemaal fit. Dus we gaan vroeg slapen. En ik moet dus ook vroeger op kantoor zijn morgen. Dus dat betekent ook weer heel vaak. Het wordt vroeger nu, maar vroeger de wekker. Vroeger weg. Dus ik zie je morgen weer. Goedemorgen deze morgen. Het is dinsdag vandaag. Ik heb een raar nachtje eigenlijk toch op zitten. Want we gingen vroeg slapen. Oh, mijn haar. Nou ja, dat zijn jullie wel gewend, hè. We gingen vroeg slapen gisteravond. Maar ik moest op een of andere manier constant plassen. Terwijl ik helemaal niet veel had gedronken. En ik had op een gegeven moment echt heel erg koud. Dus ik heb in delen een pyjama uit de kast getrokken om die aan te trekken. Maar Alira die hoestte ook regelmatig, waardoor dat hoorde ik elke keer natuurlijk. En de babyfoon die ligt dan op. En toen ging ik me afvragen, shit, heeft zij het niet te koud? Want ze had een t-shirt romper aan, een slaappakje en de lente slaapzak. Maar het is natuurlijk opeens kouder geworden weer buiten. Dus maakte ik me daar weer zorgen over. Nou ja, en het is denk ik dat het pas nou ja, 00:30 was ongeveer, wanneer ik me echt meer comfortabel voelde en dieper in slaap zakte en om 17:15 ging de wekker. Dus dat was een wat ander nachtje dan ik eigenlijk wel wilde. Maar goed, wij hebben het ontbijt alweer op, want de leraar die bleef gelukkig nog liggen, want mijn wekker ging dus vroeg, dus konden wij eerst even eten. Nu ga ik hier even wat aan doen. Alera is langzaam wakker aan het worden, maar Richard die is ook al klaar met zijn ontbijt, toch? Hoe voel jij je? Wacht, laten we eens even een updateje geven over jou. Hoe voel jij je na de operatie? Want jij bent natuurlijk donderdag geopereerd. Hoe voel jij je nu? Nou, kijk, s'avonds heb ik best wel een beetje koorts. En dan ben ik heel erg moe, dus ik wil het liefst zo vroeg mogelijk slapen. En ik heb nog steeds een beetje wondvocht wat eruit komt, wat vervelend is. Maar de hond zelf ziet er verder echt prachtig uit. Ja, het is wel nog blauw, hè? Ja, okay. ik heb een mooie flinke bloeduitstorting rondom. Ja, heb je het idee dat dat iets minder wordt? Ja, ik denk het wel. Want op een gegeven moment was het echt zwart. En nu begint het wel weer echt gekleurd te worden. Ja, precies. Dus en je ziet dat het wat minder strak gaat staan allemaal. Ja, inderdaad. En eind van deze ochtend, of in deze ochtend, heb je een controle, hè? Ja, rond 11 moet ik bij de uroloog zijn.
Ja, je mag een boertje laten hoor, als je maar pardon zegt. Een hele kleine. Ja, precies. Hij heeft een controle deze ochtend en dan gaan we ook, of hij gaat dan tenminste even vragen of alles wel oké gaat, ook qua de koorts en dergelijke, of dat oké is. Of die, nou ja, ik ben natuurlijk gewoon bang dat er ergens een ontsteking is en dat hij antibiotica nodig heeft. Maar dat, misschien kan ik vragen naar Richard. Richard. Of je dat zou laten weten. Hoe de controle was. Hoe de controle was, ja hoor. Prima. Ja, dan. Maar goed, Ries vergeet wel eens wel door. Dus. Ja. Weet het niet alvast. Maar wie weet, zie je dus even een beeldje dat Ries vertelt hoe het was. Ik ga weer naar kantoor. Ik ben heel erg benieuwd hoe het vandaag gaat lopen. Maar dat zien jullie van mij weer aan het einde van de dag. Ik ben onderweg naar het ziekenhuis. Ik heb net Alira bij oma afgegeven. En. Nou, dat was wel wat, want ze was al flink moe. Dus het was heel even bij oma binnenlopen, heel even hoi zeggen en dan Alira meteen naar bed. Want eigenlijk was ze thuis al sal in het ogen zijn en het wrijven. En in de auto was ze hier weer stilletjes. En dat is wel wat jammer eigenlijk. Maar goed, ze gaat bij oma lekker kunnen slapen. Want bij ons zijn ze natuurlijk bezig met de cv vervangen. En de allebei die daar vanaf komt, dan. Is het maar beter dat ze daar eventjes niet is. En ik ga nu naar het ziekenhuis voor mijn controle. Dus als ik zo meteen terug ben, dan horen jullie dat. Hallo, daar was ik weer. En deze meneer hier is er ook weer. En jij hebt nog niet verteld hoe het was bij je afspraak. Klopt. Heb je daar even tijd voor, terwijl we aan het koken zijn? Nou, nee, eigenlijk niet. Want ik probeer dit te lezen en te begrijpen. En zodat ik even weet wat ik zo meteen moet doen. Nou, zal ik eerst even mijn dag vertellen? Heb je dan ook nog een paar minuten tijd? Misschien wel. Nee, sowieso wel. Maak er tijd voor. Ja? Hoe was mijn dag? Mijn dag was leuk. Again, het ging heel snel, dus dat is een goed teken. Ik ben eigenlijk gewoon meegenomen weer in het proces van de taken die ik dus ga doen. Ik ga nu iets te maken hebben met aflossingen en daarbij... van hypotheken dus, rentewijzigingen, termijnbedrag wijzigen. En daar ben ik vandaag in meegenomen. Heb ik zelf ook al wat gedaan. En het grappige was, ik kreeg een PowerPoint doorgestuurd met hey, lees dit dan even door. Er staan voorbeelden en zo in. En ik ben er dan zo een. Ik wil dan stapsgewijs eigenlijk begrijpen wat er staat. En als er bedragen staan, dan... wil ik dat zelf ook snappen waar dat bedrag vandaan komt, zeg maar. Waar het cijfer vandaan komt. En toen ben ik dus in die PowerPoint, die eigenlijk volgens mij al 2015 of 2017, maar in ieder geval een stuk ouder is, heb ik twee foutjes ontdekt dat ik tegen hem zei, maar waar komt dit nou vandaan dan? En dat hij met me mee ging kijken en dacht, ja, dat is zo te zien, een foutje. Dus dat is wel heel erg tof dat ik die ontdekt heb. En dus zelf ook op een gegeven moment, we hadden voor de lunch en uiteindelijk hadden we wat laat lunch. Want we mogen het in principe enigszins zelf bepalen, maar we waren gewoon bezig. Nou ja, voor de lunch had ik het een keertje zelf meer zelf gedaan, zeg maar. Toen gingen we lunchen, nou ja, kletsen, eten, whatever allemaal. En om 2:00 gingen we weer beginnen, want wat ik al zei, we hadden wat laat lunch. Hij start weer een nieuwe taak op en hij kijkt mij aan en hij denkt, dus hij zegt, nou, succes, vertel me maar wat ik moet doen. En nou, mijn hersens stonden helemaal uit. Ik denk, En dan moet je dus nagaan, er zit nou ja een half uur tussen of zo. Ik was helemaal blanco. Ik zeg, ja, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer hoe ik moet beginnen. Dus toen moest hij me weer heel eventjes terug meenemen om toch de stappen weer te doorlopen. Voor morgen heeft hij wat klaargezet, zeg maar, zodat ik, want morgen ik eerder op kantoor zijn dan hij... zodat ik alvast kan beginnen tot een bepaald punt. Want ik mag tot een bepaald punt moet hij daarna, zeg maar, moet hij het controleren of ik het sowieso goed doe. Want dit zijn serieus echte taken waar ik dan mee bezig ga.
Super tof dat ik dat vertrouwen dus nu wil krijgen. Ik heb ook gewoon gevraagd hoe hij vindt dat het gaat en feedback en dergelijke. Nou ja, en hij zei ook van nou, ik had niet verwacht, of ik had verwacht eigenlijk dat je wat meer al zal vergeten. En dat is niet zo. Dus eigenlijk alleen maar helemaal positief. Ik ben tot nu toe echt heel enthousiast. En sowieso de sfeer, het team is zo verschrikkelijk veel beter dan bij de Rabobank. Echt. Veel beter. Er wordt gewoon gezellig gekletst. Iedereen is heel joviaal. Soms misschien te joviaal. Maar het is gewoon op een leuke manier. En er wordt veel menselijker met je omgegaan. Als er iets is, weet je wel, dan kan je dat aangeven. En ja, het is gewoon, het voelt veel beter dan, dan hiervoor. Rees, bent u zover? Ik ben nog even een beetje aan het roeren. Oh, maar roeren kan je ook doen terwijl je praat. Ja, dat klopt. Vertel, ik zet jullie hier neer. Mijn arm wordt lam en het licht is ook meteen crappy. Maar goed, wacht even. Kijk. En dan wacht ik zo door en tegen het licht in. Dat is echt, echt perfect. Dus als Richard naast me gaat staan, dan blokkeren we dat licht daar. Yes, oké. Okay. Dus, even kijken. Hij gaat niet naast me staan om het licht te blokkeren. Nee, want ik ben aan het roeren in de pan. En ik wil graag niet verbrand eten. Oeh, het komt allemaal wel wat overheen, want de pan is te klein. Terwijl het een gigantisch grote pan is. Even kijken, vanochtend, het laatste wat ik filmde was in de auto. Mm-hmm. En dat ik naar de afspraak ging. En na de afspraak was ik gewoon echt zo moe dat ik ben gaan liggen. En dat ik eventjes nog een paar uur ben gaan slapen. Een uur? Nou, nee, ik heb volgens mij echt een uur geslapen. Plus nog een half uur over een peer gedaan en dat soort dingen. Ja. Dus dat, ik was goed moe. Mm. De afspraak was een heel raar verhaal, want de afspraak stond voor mij op 5 april, maar in mailtjes gaat het natuurlijk in datums, dus dan worden die 4, 5 of 5, een of ik had het door elkaar gehaald of het 4, 5 of 5, 4 was. En toen ik daar aankwam, toen hadden ze van, nee, ik heb helemaal geen afspraak voor jou hierin staan. Wacht, nee, je hebt de afspraak verkeerd gelezen. Toen gingen ze naar de goede datum, gingen ze kijken en dan zagen ze ook geen afspraak staan. Dus die mail die ik heb gehad, die afspraak die is ondertussen ergens verdwenen. Hmm. En volgende week heb ik nog een afspraak staan en die is er wel. Die klopt wel. Die hebben ze gecontroleerd, okay. Die staat er wel en die is wel ergens. Ja. Nou, ga even roeren, dan kan ik ook, ik weet het namelijk ook wel enigszins. En als ik het niet goed zeg, iets moet je me even onderbreken. Ja. Richard die gaf wel even aan, want hij sprak een verpleegkundige, toch? Ja. Ja, hij sprak een verpleegkundige. En hij heeft wel wat klachten nu na de operatie. Riz heeft regelmatig nu koorts. Het zijn koortsaanvalletjes. Het duurt nooit heel erg lang. Nee. Maar het gaat wel flink hoog. Het gaat naar de 39 graden. Ja, precies. En hij heeft ook nog wat, ja, we kunnen het afscheiding noemen. Wondvocht, zeg maar, uit wat langs de katheter loopt. Als ik zelf kijk naar waar de wond zit, zeg maar. Want dat zit dus, ja, sorry voor de TMI, voor kinderen oren dicht, maar achter de ballen eigenlijk. En dat ziet er hartstikke goed uit, vind ik. Het is blauw, het is opgezet, maar het ziet er wel heel goed uit. Maar de verpleegkundige heeft niet gekeken of zo verder. Maar omdat Richard dus aangaf van, hey, ik heb wel deze klachten en vooral die koorts, vond ik wat eng. Hebben ze bloed afgenomen bij hem om te testen op ontstekingswaarde. Hij had de afspraak, toen ging hij weer naar huis en was eigenlijk de afspraak gemaakt. Als er niks aan de hand is, dan laten we het gewoon zo. Is er wel wat gevonden in je bloed, dan bellen we. Nou ja, in eerste instantie appte Ries toen ik hem vroeg aan het einde van de middag van oh, en nog wat gehoord? Nee, niks gehoord. Nou ja, iets later werd hij toch gebeld dat er wel wat ontstekingswaarden gevonden waren. Dus dat er een antibiotica gestart wordt. Nou, dat is meteen doorgezet en heeft hij dus opgehaald bij de apotheek. En voor mij geeft dat zoiets een gevoel van, ja, zie je wel. Mijn gevoel zei al, van er is toch iets. Want je kan niet zomaar koorts hebben. Als je koorts hebt, is er toch iets in je lijf aan de hand. Dus hij is antibiotica gestart. En, sorry. Vervolgens... Ik had niet verwacht dat je benen voor zou staan. Nee, maakt niet uit. Vervolgens reed hij door om mijn leraar op te halen. Ik had de leraar vanmorgen eigenlijk niet gezien. Dat vond ik heel moeilijk, merkte ik. Want gisteren heb ik er dus eigenlijk ook al niet gezien. Gisterochtend heb ik er gezien, toen ben ik naar werk gegaan. Maar toen ik naar werk ging, was dus daarna de trein die dus niet reed. En Lira lag toen al op bed toen ik thuis kwam. En uiteindelijk thuis kwam, dus na een hele lange tijd.
Vanmorgen sliep ze wat uit wat ze nodig heeft, dus dat is ook prima. Maar dat betekende wel dat ik eigenlijk al weg moest, omdat ik op tijd op kantoor moest zijn vanmorgen. Dus ik heb haar letterlijk vanmorgen uit bed getild. Ik heb haar een kus en een knuffel gegeven. Ik heb haar aan Richard gegeven en ben gegaan. Maar ik was dus gelukkig op tijd nu thuis. Alleen toen waren Richard en Alira er nog niet, omdat Ries dus opeens eerst naar de apotheek moest en dat duurde daar een poosje. Dus nou ja, iets na zes waren ze thuis. We dachten we gaan Alira wat eten geven, maar ze eet nog steeds eigenlijk niet, zeker heel slecht. Ze heeft wel wat gegeten vandaag, want ze is vandaag dus bij oma geweest. Maar ze eet nog steeds heel slecht. Dus yoghurt wilde ze ook niet. We dachten nog, we proberen een foefje als we er voor de tv zetten op voor juf Roos. En we zetten er opschoten bij Ries. En misschien is ze dan afgeleid en dat ze per ongeluk eet. Maar daar trapt ze niet in. Dus die is op tijd, of nee, op tijd, die is gewoon normale tijd weer naar bed gegaan. En die was meteen uit. Nu zijn we dus lekker aan het koken. Ik heb wel trek. Ik ben super goed bezig trouwens met Kodraat Arm. Ze gingen op mijn werk panini's bestellen, broodjes bestellen. Heb ik niet aan meegedaan, want ik had mijn eigen Kodraat Arme brood mee. Er staat of ligt een zak met paarse eitjes. Die heb ik niet aangeraakt. Dus ik ben echt heel goed bezig. En daar ben ik echt heel trots op. Het voelt ook echt heel erg goed. Ik heb ook amper honger. Ik weet niet of dat daardoor komt of niet. Maar het gaat goed. Ik zie dat ik echt mega lang aan het praten ben. Dus ik ga gauw Richard weer helpen met koken. Zodat we lekker kunnen eten. Want ik heb nu wel trek. En dan. Ik wil zo meteen nog iets proberen. Dus zien jullie hierna nog een shotje van vandaag. Dan lucky you. En dan is het niet gelukt. Ja. Dit is onze oplossing. Want ze zijn natuurlijk de cv aan het vervangen. En Linda's haar is ondertussen 4 dagen geleden dat ze heeft gewassen. En het voelt gewoon echt naar. Echt. Het voelt vettig. Ja. Gewoon. Dus je wil heel graag je haar wassen. En ja, we hebben geen warm water. Dus onder koud water douche gaan staan is natuurlijk niet fijn. Dus ja, dit is de oplossing. Een emmer. Ja. Met water uit de waterkoker, zodat het lekker warm is. En dan heb ik dat natuurlijk wel aangevuld met koud water uit de kraan. Geen zorgen, ze is niet zo eng. Oh, kijk hoe lang het is. Ja. Dus, even mijn haar wassen op de manier uit de oudheid. Ja, inderdaad. Hoe vermaak je een kind? Oh, wat heerlijk. Kleine mafketel. Zeg maar hallo. Hi. Zeg maar hallo. Hallo camera. Nee, ik wil alleen maar papa. Ja, je bent een beetje papa's kindje geworden, hè? Ja. Vind je me niet meer leuk? Nee. Nee, maar ik hou ook zoveel van jou. Nog een keer. Eten. Nou, goedemorgen. Dit is donderdag. Goedemorgen, het is donderdag, eind van de dag. Goedemorgen. Ja. Het is ondertussen, wat is het, half kwart zes, zes uur? Kwart voor zes. 6:10. En ik heb net Alira opgehaald nadat ze de hele dag lekker aan het bij oma gespeeld heeft. Ze heeft het haar echt heel goed gedaan. Ze heeft lekker gegeten, ze heeft lekker geslapen. En ze is echt heerlijk bezig geweest. Samen met de nichtje Saga heeft ze lekker gespeeld en echt een hele goede dag gehad. Alleen aan het einde van de dag is ze weer moe en ze wil eigenlijk... Ze is een papa's kindje geworden, want ze wil alleen maar bij mij en alleen dat is goed. En mama is niet goed genoeg. Ah. Mama moet echt bezig te houden. Ja. Voordat ze naar binnen... Dus, maar wij gaan nu eventjes Lira in douche doen en dan gaan we proberen haar nog een beetje eten te geven. Maar we verwachten dat het gewoon niet lukt, maar dat gaan jullie misschien zo meteen wel zien. En dan gaat Lira lekker naar bed. En dan gaan wij heel snel vlug koken. Want dan kunnen we nog een beetje op tijd eten. Zodat Linda vanavond nog naar haar basketbaltraining kan. Trainen. Dus vandaag over mijn status. Nou, vanochtend ging het heel erg goed. Heb ik nog wat werk gedaan en alles. En nu vanmiddag, eind van de ochtend, dus rond 11:30 begon ik me een beetje misselijk te voelen. Om 12:00 heb ik gewoon wat gegeten, geprobeerd of dat helpt. Maar rond 1:00 voelde ik nog steeds slecht.
Dus toen ben ik in bed gelegen, had ik zoiets van, nou, even uurtje slapen, dan voel ik me wel weer beter. Maar toen werd ik om 4 uur wakker, dus ja, dat was niet helemaal de planning. Maar ja, dat is dus hoe mijn dag gaat. Dus daarna ineens heel vlug nog even boodschappen doen, want we moesten nog. En daarna lekkere leren ophalen. En dan zijn we hier. Liefje, hoe was jouw werk? Heb je een fijne dag gehad? Wacht, ik krijg kusjes. Heb je een fijne dag op werk gehad? Ja, zal ik even vertellen? Ik heb mijn eerste taken zelfstandig gedaan. Mooi. En aan het einde van de dag gingen we eigenlijk verder naar de volgende taak. Ik doe eigenlijk één grote taak. Die uit één groot, laten we zeggen, nummer, die uit meerdere nummertjes bestaat. En de eerste daarvan heb ik nu dus afgerond, zelfstandig gedaan. En daar scoor ik nu dus goed op, dat kan ik zelf. En morgen gaan we dan verder met de volgende. Maar en ik heb gebeld, heb ik jou ook nog niet eens verteld, Ries, met de detacheerder. Die vroeg hoe het ging. Dus we hebben even gebeld en die waren ook heel blij met te horen. Ja, gewoon alleen al mijn... om mijn enthousiasme te horen. Ja, dus, ja, nou, ik vertelde net ook al aan je moeder dat... Auw, strik mijn oorbeeld uit. Wat ik van jou hoor is allemaal heel positief. Ja. Hoe ze met je omgaan, hoe jij het doet en dat het allemaal heel leuk is, hè? Ja, tot nu toe wel. En gewoon de sfeer is veel fijner, veel leuker. Ja. En ik ben gewoon de hele tijd aan het werk. Ik belde in de middag met die detacheerder en ik zei goedemorgen. Maar nou zeg ik natuurlijk sowieso goedemorgen. Maar ik zei ook tegen hem van, nou ja, of de tijd gaat gewoon zo snel omdat ik lekker bezig ben dat het me ochtend lijkt. Ja, inderdaad. Maar goed. Wij gaan even lekker leren douchen. Ja. En lekker koken. En dan zijn we zo meteen bij jullie terug. Goedemorgen deze morgen. Al is het al. Kun je leren gebouw opstoken? Nou, even. Nou, blijf nog even schoon tijdens het eten. Want we hebben hier nog een restje van die prekerrieschotel die we waren gegeven. En als we dan harmonie opstroken, dan worden die geel. Maar ik zei goedemorgen, maar ik werd onderbroken. Gaat het, schat? Ja, een grote champignon is je mama ook niet lekker. Maar, hallo. Het is einde van de dag. En we eten een keertje met z'n drieën aan tafel. Ja. Nou, vooral leren eten nu toe. Ja, maar ik kom echt net binnenzeilen. En ja. Lira die was schijnbaar gewoon best heel leuk aan het spelen. En inderdaad, toen ik binnenkwam, kwam ze heel vrolijk om afgekropen. Met een mandje van de kasten waar die in slaapt. Dat vond ze een heel leuk spelletje. Om die aan mij te geven, moest ik daarmee oplopen. Moet ze helemaal leuk, hè? Ja. 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 Maar het feit dat ze weer vrolijk is, dat betekent dat ze eindelijk echt de goede kant op gaat. Ze heeft vandaag bij de gasthouder heeft ze ook gewoon goed gegeten, geslapen, gedronken, alles, toch? Mm-hmm. Goed. Dus ze is gelukkig weer aan de betere kant. Ja, lieve lachen! En ze eet weer de avondeten. Het is voor mij echt een week geleden zoiets, dat ik mag iets zitten praten, maar weet je hoe ver weg ze is staan? Ja, maar mijn ogen moeten dit ook overnemen. Oh, over een paar minuutjes ben ik weer stil. Het is voor mij echt heel lang geleden dat ik haar normaal avondeten heb zien eten. Dus dit is voor mij echt fantastisch. Ik heb weer een hele leuke werkdag erop zetten. Erop zitten, hoor jij dat ook meteen, Ries? Ja. Ik heb weer nieuwe taken opgepakt die ik nog niet helemaal door heb. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Daar gaan we morgen gewoon weer mee verder. Ik had wel vanmorgen echt een heel moe hoofd. Echt gewoon alsof er een wolk in mijn hoofd zat. En die wilde mij niet verdrijven, zeg maar. En ik had veel meer honger. En ja, ik ben koolhydraatarm, bewust. Weet ik veel welke het is aan het eten. Ik had zo het gevoel van... wil je drinken? Nee, geen drinken. Ik had zo het gevoel, ik wil meer, ik moet meer energie hebben. Ik moet meer wakker worden, dus ik heb wel een... ze gingen naar de Jumbo lopen. Dus ik heb daar een blikje Monster gehaald, maar de suikervrije versie, daar zitten geen koolhydraten in. Hij zal alsnog niet gezond zijn, dat geef ik toe. Maar ik heb daar dus wel bewust de suikervrije optie genomen. En ik heb één klein frikandelbroodje op, dus dat is wel weer een broodje met koolhydraten. Maar... ja, ik had even zoiets, ik heb zo'n honger en ik had daarvoor wel mijn koolhydraatarme brood op.
Maar ik, soms heb je van die dagen, denk ik. En ik denk dat het oké is als ik dat een keertje heb. Want ik heb de hele week gewoon keurig netjes gegeten. En het is nu donderdag en nu pas had ik hier last van. Maar verder ging de dag weer super snel voorbij. En kom ik nu fijn thuis zo. We eten restjes. Want we hadden nog te veel restjes in de koelkast. Omdat zij gewoon eigenlijk dus niet at. De afgelopen dagen hadden we nog veel over. Dus we hebben een restjesdag geschilderd ons weer koken. En daarom kunnen we ook nu gezellig met z'n allen eten. En ja, daar word ik wel gelukkig van. Ik heb Lira gewoon veel gemist de afgelopen dagen. En ik merk dat ook. En dat kan ik misschien wel heel eventjes nog heel even wat strakker toelichten. Vanmorgen had ik echt een beetje pijn in mijn hart. Want doordat Richard nu zoveel met de leraar doet, is het echt een papa's kindje geworden. En ik haalde haar uit bed vanmorgen, maar vervolgens had ik geen tijd om haar om te kleden of iets. Dus Richard die moest dat doen. Dus ik gaf haar aan Richard. En ik wilde haar vervolgens nog één laatste keer even kussen en knuffelen. Nou, ze wilde gewoon niks van me weten. En nou weet ik niet of dat komt doordat ze niet zo fit is, doordat ze net wakker is. Of inderdaad doordat het feit, Richard is meer met haar bezig nu ik weer 5 dagen aan het werk ben en haar kantoor moet en dus op tijd de deur uit moet. Maar het deed me echt zeer dat ze mij eigenlijk gewoon niet wilde. En ik weet het, het is niet persoonlijk en ach mijn haar. Het is niet persoonlijk, het ligt niet, het is niet om mij dat ze niet wil, maar het deed wel even pijn. Dus, en ik ga het beter worden. Deze maand is even een investering weer dat ik veel naar kantoor moet. En daarna wordt het beter. Maar dat, ja, dat deed pijn. Dat wilde ik ook even gedeeld hebben. Dat wij dat soort dingen ook gewoon hebben. Ondertussen kunnen jullie nog heel even genieten van deze knapheid. Hoi. Hoi. Ben je zo blij? Oh, echt. Het is zoveel fijner om haar zo te zien. Mm. Heerlijk. Goed, ondertussen heeft Riese bijna zijn eten op. En ik zit alleen met de klep, dus ik ga ook gauw eten. Zo. Ben je goed bezig, Alira? Lekker drinken. Dat laatste beetje soep. En ik denk, nou weet je, ik blijf me een hond scheppen met dat lepeltje. Ja, want het is natuurlijk helemaal geen. Het lepeltje is zo ondiep, daar komt niks in. Oh, hebben we een doekje? Nee, ja, we hebben wel doekjes. Ik zal er zo meteen eentje pakken. Dit is echt veel te leuk om te zien. Kijk, dan is er ook belletjes te blazen. Oeh. Zit op je billen. Alira, zit op je billen. Ik kom naar jou toe. Ze vindt het ook veel te leuk. Ik weet niet of jullie het zien, maar nu niet meer. Maar net was ook echt belletjes aan het blazen en zo. Oh, heerlijk. Goed zo. Zo, ik heb mij omgekleed in mijn thuiskloffie. En nu gaan wij op de bank hangen, niks doen. Expeditie Robinson kijken, want dat komt zo meteen. En ik denk ook dat een reden is waarom ik vanmorgen zo'n wolk in mijn hoofd had. Is dat ik gisteren eigenlijk geen tijd had om te zitten, te rusten, whatever. Want op het moment dat ik thuis kwam als leraar gewoon heel erg moe. Moest naar eten en bed, weet ik veel, de hele mikmak. We moesten toen nog koken en eten. En ik moest om 7:30 weg om te gaan trainen. Dus toen ben ik gaan trainen, kwam ik thuis, douchen in bed. Dus ik denk dat dat ook te maken heeft dat ik gisteren gewoon niet fijn kon afsluiten in mijn hoofd. Dus ik kijk er heel erg naar uit om nu even op de bank te zitten. Niks te doen, relaxed. Want morgen nog een dag om te werken. En daar heb ik weer de energie voor nodig. Voor nu ga ik deze vlog afwisselen. Zo. Nog een keer. Voor nu ga ik deze vlog weer afsluiten. Dankjewel weer voor het kijken. En ik zie jullie heel graag weer met de volgende. Doeg!